Moeder, feministe, academicus. Ik heb jarenlang gewerkt aan de VUB en de KU Leuven. Met een hart voor engagement en aanstoemelings- en politiek is groot. Hoe zorg ik ervoor dat ik geen schade toebreng aan mijn omgeving en andere mensen? Dat ik zo goed mogelijk leef en zoveel mogelijk mij ook engageer voor die wereld rondom mij. Ik ga niet meer naar de moskee. Ik doe wel elk jaar mee aan de Ramadan. Omwille van die humanistische insteek, ik vind het belangrijk om te weten, één keer per jaar, hoe het is om in ontbering te leven. Mijn vader bracht dat in praktijk door en bijvoorbeeld heel graag konijn. Konijn met pruim, typisch Vlaams gerecht. Maar op een bepaald moment kon hij het niet meer over zijn hart verkrijgen om ook een konijn te slachten. Hij zei ja, het hoort wel bij elkaar. Je moet wel beseffen dat dat niet zoiets is dat je een pakje koopt in de supermarkt, maar dat dat ooit een levend wezen is geweest. Je kunt aannemen dat dieren ook kunnen lijden, heb je ook de plicht om ze te beschermen. En ik vind het dan wel belangrijk dat in zo'n context dat je ook de waarde op een of andere manier wettelijk gaat omschrijven. Dat is het humanistische van opvoeding. Dan kwam daar die hashtag MeToo met een hele krachtige trigger van wij gaan gewoon als gewone vrouw is het verhaal vertellen zoals dat wij het hebben meegemaakt. Weet je het van? Ik wil wel weten wat jij ervan vindt eigenlijk. Terwijl ik al sinds mijn 16 jaar en vanuit de kennis ook vanuit islam zoals ik ermee ben opgevoed, volgens mij gaat dat perfect verdoofd slachten met respect voor de religieuze ritus, jarenlang op gewerkt heeft, maar al dat feitenmateriaal doet er niet toe. Ik heb het profiel dat ik heb, dus ik ben sowieso verdacht in dat dossier. Ik zal wel voorstander zijn van onverdoofd slachten. Ik hou nogal van het stevigere genre. En een van mijn favoriete bands is Bad Religion, punkrock band en Tool. Mensen die het financieel moeilijker heeft, voor wie mobiliteit een luxe wordt. En dan stel ik me de vraag of wel een aantal randmaatregelen niet beter hadden gekund. Als ik oud ben en versleten, geef me dan alsjeblieft een spuitje of een duwtje door het raam. Ik ben zo iemand die daar zo... Kom jij niet op in Antwerpen? Omwille van de liefde. Ik heb geen joker gebruikt. Nee, dat is niet eerder. Ik heb nu toch één vraag waar ik een joker bij kan. Ja, je mag een neuk gebruiken misschien.